Meer dan 2 maanden duurde het, maar de grote transformatie is klaar. Veel kwam erbij bij Willem II, een enkeling bleef. Hij moest blijven, Joris Peters. De aanvoerder kan nog lachen zo te zien. Pas morgen, na de wedstrijd tegen AZ, mag hij tegen de media het verhaal van zijn mislukte transfer vertellen. Zo sloot de markt en keerde de rust terug, maar ineens kreeg deze week toch weer iemand dit logo op zijn borst. Dit is hem. Zijn naam, Derek Chimanga. Zijn historie, opvallend. Oh, dat is een lang verhaal zo, man. Ik heb de tijd, hoor. Je hebt de tijd, ja. Ja, maar om dat verhaal toch in een paar seconden samen te vatten. Ooit betaalde Genk 2,5 miljoen euro voor hem. Chimanga won de beker, maakte zijn debuut als international voor België. Maar de volgende stap in zijn loopbaan, die kwam er niet. Toch geen transfer kunnen maken in die periode, dat was wel jammer. Ja, laatste half jaar kon ik nog naar Sampdoria en Genoa, maar dat is uiteindelijk ook afgekitst. De reden daarvoor weet ik ook niet. Zijn contract bij Genk liep af, ook een deal met de Belgische topclub Anderlecht ging niet door. En zo zat Chimanga ineens zonder club. Nou, dat klinkt raar, maar soms lopen dat soort dingen wel zo. Ofwel, het zal de trainer een zorg zijn. Als de rest niet toehapt, heeft Willem II er een goede linksback bij. Ik wil de druk op hem dan niet meteen heel groot maken. Maar als je kijkt wat hij kan en de beelden die we gezien hebben. En zoals hij ook al eerder gerapporteerd is binnen de club. Heb je daar gewoon een hele goede linksback aan. Ik sta er heel positief voor. Ik ben zeer hongerig. En ik ga alles geven om toch Willem II te helpen.